Een hele goede morgen en welkom bij Nieuwe Ups and Down. Vanochtend Jordi, Liam en Sam naar school gebracht. Daarna ben ik heel eventjes naar de winkel geweest om voor mezelf een broodje te halen. En naar de apotheek geweest, daarna ben ik naar huis gegaan en dan ben ik thuis. Ik heb geen kinderen om me heen. Tot 2 uur moet ik Jordi weer gaan halen, maar 2:30 is Jordi er pas weer. En dan moet ik Liam en Sam gaan halen, het is nu 10 uur. Ik kan daar nog even met de buurvrouw zitten praten. Maar wat ik nu eerst ga doen, is heel even een croissantje eten. En even chillen op de bank. Chillen op de bank. Chillen met mijn billen. En dan gaan we wel kijken wat we gaan doen. Blijf ik op de bank zitten of ga ik dingen doen? Hoe dan? De douche. Check. Schoon. Ik heb wel overal alle bedden afgehaald. Dus ik ben gewoon lekker bezig. Als je denkt dat ik mij gerustig heb gehouden. Nee, dat heb ik niet. Nou, ik heb op zolder alles opgeruimd, schoongemaakt, et cetera. Ik heb op de douche heb ik alles gepoetst. Ik heb de kamer van Liam helemaal schoongemaakt. Ik heb de kamer van Sam schoongemaakt. Jo, daar valt hier wat. Het enige wat ik nu nog moet doen is... ik was al op Jordi's kamer begonnen. Daar moet ik nog een paar dingetjes doen. En even stoffen. En dan is het weer zover dat ik bijna Jordi's kamer dan klaar heb. Dan moet ik de overloop nog doen. De trap naar beneden. En dan is boven weer alles klaar en geregeld. Hoef ik het van het weekend niet te doen. Nou is het wel zo dat ik daar op een donder ga krijgen. Want ik zou eigenlijk op de bank zitten met een filmpje. Maar dat heb ik niet gedaan. Maar goed, dit geeft mij rust. Dus daar gaat het om. Ik ga even gauw de Bambix bende ophalen en zorgen dat ik alles weer drink heb gegeven, eten heb gegeven, et cetera. Goedemorgen. We zijn nog even wakker. Jordi die is gisteravond nog wakker geweest. Die slaapt nog en we hebben vandaag verjaardag, dus maar had gisteravond buikpijn. En we doen gewoon wat we kunnen als ouders zijnde daarmee. Ik heb gisteravond mijn nagels gedaan. Mama's nagels. Papa. Nee, mama's heeft de nagels gedaan. Mooi? Nee, mama's nagels mooi? Hij heeft ze al gezien, dus. Maar hij zei in ieder geval mooi. Niet in je neus peuteren. Viezerik. Nee, ook niet in je mond doen. Bah. Volgens mij is Sam wel wakker, maar zijn deur is open, dus hij kan gewoon naar buiten. Of in ieder geval naar beneden. En mijn nagels zien er zo uit. Zo. Jordi slaapt dus zo. Want die is even wakker geweest. Ja, mama moet schapen. En Niels is werken. Ik weet niet of ik het allemaal al gezegd heb, maar... Mama! Ja, en wij zitten hier lekker op de bank te knuffelen. Auw! Oh, echt? Auw! Oh. Oh, wat... Hey. Ja, hey. Hey. Kiekeboe. Dat is jouw voet. Ik ga even kijken bij Sam. Want... Ik weet niet hoe. Inmiddels is onze Sammy ook wakker. Had zijn deur dicht gedaan. Neem koek het. Hey, dik op. Hey, dik op. Had je hoe je deur dicht gedaan? Hoe heet die? Hoe heet die? Hoppertie? Als je Bing kijkt, dat is wat hij leuk vindt nu. Hoppetie. En hij noemt al zijn knuffels, zijn konijntjes, hoppetie. Hoppetie. Dank je, papa. Niet doen, dat is niet van jou. Je hebt je eigen knuffels. Je hebt je eigen knuffels. Je hebt Taki en je hebt Boomba. Dit is Liam's manier om te zeggen, ik vind je eigenlijk toch wel heel leuk.
Hoppetie woosh. Hij noemt al zijn knuffels voor het hoppetie. Dus als ik zeg ga je knuffel pakken, dan doet hij het niet. Maar als ik zeg ga je hoppetie pakken, dan gaat hij het wel doen. Ja. Hé, Liam. Liam. Liam, niet in je mond. Waar is je takkie? Waar is je takkie? Liam, niet in je mond, want je bent geen hondje. Liam. Uit je mond. Liam, waar zijn jouw takkies? Ja, takkie, waar zijn die dan? Waar is je takkie? Laat zien. Baby takkie, goed zo. En dat is gewoon een takkie. Dat is de mama takkie. Of papa takkie, kan ook. Ja, takkie. En als je ons langer volgt, dan weet je ook waarom dat hij ook gek is van takkie. Jinte, dochter van Inge, vriendin van mij. Die is gek van takkie. En vandaag de takkie. Want hij wil ook altijd met haar takkies knuffelen. Doe je even rustig. Hoppatie. Hoppatie. Woosh. Do. Oh, dat? Daar. Oh, waar daar? Wat is daar? Hij wijst die kant op. Daar. Appel. Ja, appel. Je hebt een gedeelte appel gegeten, hè? En toen legde je hem weg. Maar. Ja, hebben we appel. Ja. Ja. Oh, en voor de mensen die zeggen, je hebt hem geen kleren aan. Die heeft hij, een half uur geleden zelf uitgetrokken. En in de wasmand gedaan. Hij wil gewoon geen kleren aan als hij gewoon thuis is. Gewoon niks hoeft. Hij weet wel dat als we hem wel kleren aangeven, dat we weggaan. Dus, dat. Maar hij wil gewoon geen kleren aan. Als je hem zo voelt, hij heeft het ook niet koud. Hij is ook gewoon warm. Nee. Nee. Hou. Nee. Auw. Dat doet auw. Mama, auw nou. Kusje opgeven. Nou, dat is niet. Woes. Hoppatie woes. Jordi is inmiddels wakker. Die ligt op de bank. Hij heeft een paracetamolletje met fles van mij gehad. Hij is niet helemaal lekker. En dat snap ik ook wel. Want elke keer deze week is er wel iemand ziek geweest in zijn klas. Dus ja, het is niet heel raar. Maar goed, ik ga jullie eventjes iets leren over Down-syndroom. Het ding met Down-syndroom is dat... In principe lijkt het alsof het gewoon normaal gezicht is. Maar toen wij Jordi kregen, was het eerste wat heel veel mensen zeiden. Ja, dan gaan ze met de tong uit de mond zitten. Het hele ding met die tong is dat de tong eigenlijk gewoon een normale grootte is. Dus gewoon de grootte die jij en ik hebben, bij wijze van spreken. En dan denk je bij je eigen Mandy, wat zeg jij nou? Ja, dat is echt zo. Er zijn namelijk studies... Dat, en dit weet ik van de kinderarts van Jordi. Er zijn studies waarbij eigenlijk in principe het gezicht alles kleiner is. Goed gedaan. Alles kleiner is. Dus alle buizen die zeg maar naar de oren, van naar de neus, overal alles toe loopt, is allemaal kleiner. De kaak en alles is allemaal kleiner. Maar de tong is het normale formaat. Maar ja, wat gebeurt er als een tong in een wat kleinere ruimte zit dan dat die eigenlijk hoort te zitten? Even aan mama. Dan ga je ergens je tong houden. Dus dan is de ruststand meestal dat deze mensen hun tong uit de mond doen.
het hele ding bij Jordi is dat hij dat in principe in die zin niet doet. Hij heeft gewoon wat dat betreft voor zichzelf wel een houding wat hij prettig vindt met zijn mond dicht. Of in ieder geval met zijn tong in zijn mond. Maar als hij nou bijvoorbeeld verkouden is, dan is hij, ja, hoe moet ik dat uitleggen? Hij is niet zieliger of wat dan ook, maar hij kan het minder goed kwijt. Waardoor dat dit bijvoorbeeld sneller verstopt is. Waardoor dat hij sneller rochelt. Hij kan het niet goed kwijt, et cetera. Nou, dat heeft daar allemaal mee te maken. Alles is kleiner. Dus ook zijn gehoorgangen zijn kleiner. De gehoorgangen van Jordi hebben ongeveer de leeftijd van Sam of Liam. Dus dat is allemaal kleiner. En dat groeit heel gestaag wel mee. Maar niet zoals bij jij en ik. Nou, dat is wat ik eventjes heb geleerd met Down syndroom. Ik ga er nou eventjes twee heel hard aanpakken, want die zitten nodig. Als we ouder zijn, dan moet je altijd op je gevoel gaan als je een kind hebt met een handicap. En dat doe ik in dit geval ook. Hij krijgt nu fruit. Hij krijgt gele kiwi. Die vindt hij gewoon lekker. Maar hij krijgt ook watermeloen en aardbei. En die komen uit de koelkast. Aangezien hij zijn eigen groenweg niet lekker voelt, hou ik daar gewoon rekening mee. Stel dat hij keelpijn heeft, hij eet geen ijsjes. Dus ja, hij zal nooit in die zin verkoeling aan zijn keel in die zin krijgen. Heel koud drinken moet hij ook niet. Maar hij vindt dit nog wel te doen. Dus dan krijgt hij dat. Wat ga je doen? Nee. Laat maar zien wat je net bij mama deed. Laat maar zien. Wat deed je net bij mama? Hier, daar gaat die sneaker. En toen zaten we bovenop mama. Kiele. Nee. Hij was me net aan het kietelen. Kiele. Oh, dat vind ik ook wel lekker, zo knuffelen. Kom je heel zachtjes naar me toe gelopen en dan deed hij kiele. Deed je mama kietelen? Nee, we gaan niet springen op mama's buik. Dat gaan we niet doen. Nee. Waar zijn je hoppeties? Hoppeties. Ga je hoppeties zoeken? Ja, ga hoppeties zoeken. Hoppetie. Waar zijn ze? Woos. Ja. Zoals heel veel van die mij al langer volgen weten, hou ik van bubble tea. Vind ik gewoon lekker. Nou had ik iets gevonden. Mentos Jelly Bites. En er staat op shaken. Er zit geen non-sparkling drink. 7 mixed fruit flavor. Ik heb er nog één soort. Ik zal even kijken. Ze hadden 3 soorten. En dit is lemon mint flavor. En dit is 7 mixed fruit flavor. Allebei niet met groenzuur. Dus ik ben benieuwd. Er zitten stukjes jelly in. We gaan het gewoon eens proberen. Ik heb, ik hoop dat die past, ja, deze. Dan kunnen jullie zien wat ik er naar binnen trek. Kennen jullie die Wiki van vroeger? Die rode? Daar proeft het een beetje naar, vind ik. En die jellies, die zijn op zich niet vies.
Zo ziet het eruit. Ja, wat smaakt het naar? Eigenlijk smaakt het naar niks, maar doordat het drankje zo zoet is, smaakt het naar drankje. Zou ik het nog een keer kopen? Nee. Wel interessant om het een keer uit te proberen, dat wel. Maar het is niet zo dat ik denk, wow, lekker. Dat niet. Een keer proberen, ja, leuk. Ja. Oh, hier staat het. Drank met stukjes kokosgelei. Mix van fruitsmaken. Maar nee, het is niet bij die hoe noem je dat nou? Bubble tea, waarvan de balletjes poppen. Hoef je niet te kauwen of zo. Het is niet zo. Dan is de sensatie anders in je mond. Laten we het daarop houden. Maar hoe langer ik het drink, des te meer denk ik van, het is eigenlijk gewoon hele zoete ranja met van die prutjes erin. Dat is eigenlijk hoe je het moet zien. Aanrader om een keer te proberen. Geen aanrader om er heel veel van te kopen. Een hele goede morgen. Het is zondag, dus jullie weten wat we gaan doen. Ontbijten. Lekker happen. Wel, lekker happen. Goed zo. En voor Niels en mij heb ik eitjes, croissantjes, et cetera. Niels die heeft mij net nog gefilmd. Toen ik met Jordi aan het doen was, toen kwam Liam erbij. Gaan jullie nu zien. Lappen in de handjes, blij, blij, blij. Op Jordi zijn balletjes! Allebei. Handjes in de hoogte en handjes in Jordi zijn. Zachtjes Liam. Zij Liam. Zo vaart onze Jordi voorbij. Je bent wel enthousiast, jongen. Mama, papa. Mama, mama, een kusje. Kusje. Liam, kijk mama een kusje. Zo, we zijn alweer richting avond aan het gaan. En Jordi is helemaal niet lekker. Die is gewoon echt niet lekker. Hij is hartstikke verkouden. Hij heeft een schimmel. Eczeem. Het zit hem gewoon echt even niet lekker. En dat mag en dat kan. Dus wij kunnen al amper iets met hem als we hem alleen verzorgen. Dus we hebben ook besloten dat hij morgen thuis blijft. Want hij heeft geen koorts of zo, maar hij is gewoon niet lekker. Dus vandaar dat hij gewoon lekker thuis blijft morgen. Dan hoef ik morgen helemaal nergens heen. Want er gaat geen enkel kind morgen naar school. Dan, op dat moment. Heb jij volle luier? Heb jij gepoept? Je moet niet net doen alsof je valt. Laat eens voelen. Kom hier. Doe je mee je dikke billen. Ja, je moet zo wel eens gewoon een luier. Ja. Ja, oh, knappe vent. Oh, knappe vent. Niels die is vanmiddag, ik ben eerst naar de winkel geweest. Niels is vanmiddag naar iemand hier uit de straat geweest. Die in het ziekenhuis lag. En even op ziekenbezoek. En de kinderen zijn gewoon bij mij thuis geweest. En kijk jij uit. Doe jij even rustig. Ik heb een cadeautje gemaakt voor hem. Voor wetenschap en zo. Dus dat. Meer heb ik eigenlijk even niet te melden. Ik heb was gedaan. Ik heb nog een hoop was liggen die ik op moet vouwen.
Dus dat. Hi. Kom je ook even gedag zeggen? Hi. Hey. Is een worstje. Worstje. Huh? Ja, is een worstje. Ja, maar het is niet een echt worstje, Sam. Sam, die kun je niet eten. Kindjes krijgen daar koffertjes. En Niels en ik eten lekker een soepie. Met een stokbroodje. Ja, hier, alsjeblieft. Oh, jij bent ook al zo'n knuffelkontje. Maar Jordi is gewoon echt niet lekker. Hij heeft ook wat buikpijn. En dat heeft er meer mee te maken dat hij gewoon niet lekker is. Het heeft er niks mee te maken met zijn ziekte van die sprong. Dat is gewoon dat hij niet lekker is. Hoppakee. Ja. Oh, lekker ding. Oh. De hele tijd al bij mama, hè. En vrijdag wordt hij geopereerd. Zoals jullie dit zien, heeft hij buisjes. Ah. Atta! Zo, ik lig in mijn bed. Ik heb gedoucht. Ik heb beneden alles schoongemaakt samen met Niels. En nu lig ik heerlijk in mijn bedje. En ben ik blij dat ik naar bed mag. Dat betekent ook dat ik deze upsenaal ga afsluiten. Dus bij deze, bedankt voor het kijken. En tot de volgende.